Als iedereen warmte kon doorgeven aan zijn of haar medemens, dan zou de wereld er opeens heel anders uitzien. Wat een mooie tekst, hè? Warm wishes. En wat dat precies is, nou dat gaan we u vertellen. Want ik ben hier in de gastvrije huiskamer van... Ira. Wattie. Hallo Ira. Hoi. Nou, ik kom hier binnen en we worden al meteen bedolven onder warme wensen en warme sjaals. Ja. Warm wishes. Ja. Allereerst, wat betekent het? Warme wensen. Ja, warme wensen. En nou ja, ik zeg, ik word bedolven onder pakketjes hier. Ja. Wat is het eigenlijk? Nou, het is eigenlijk begonnen 2022. Kou. Ik in de bushokje was ik aan het wachten. En daar lag dus ook zo'n pakketje met een andere tekst erop. Ja. En ik was zelf, had ik al in gedachten van, ik wil ook zelf iets doen voor de medemens. Ja. En dan krijg je zo'n pakketje in je hand met die tekst. En dat heeft me heel erg geraakt. En dan dacht ik, ja, zie je, dat pakketje krijg ik niet voor niks. Ja. Daar moet ik nou gewoon echt iets aan gaan doen. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon heel simpel, op mijn Facebook heb ik gewoon een berichtje geplaatst dat ik mensen dan vroeg voor sjaaltjes, mutsen of handschoenen en dat ik daar een leuk idee had. En ik ben eigenlijk bedolven onder de berichten, dat ik dacht van wauw. En de mensen kwamen ook echt gewoon hier aan de deur, al iets zakken met sjaals, alles afgeven. Dus ik ben eigenlijk gewoon meteen aan de slag gegaan. Ik ben er bij Biep, heb ik kaartjes gemaakt, uitgeprint, folie gewoon gehaald en ik ben gaan inpakken. Ja. En rond gaan brengen. Ja. En dan, ik begon gewoon zeg maar in Kuik-Noord en dan legde je overal gewoon pakketjes neer, binnen en buiten, in de winkelcentrum, bij de dokters, bij de tandarts, apotheek, de inpaktafels van de supermarkten. Ja, en in de winkelcentrums, gewoon was het wel droog, zeg maar. Ja. En dan leg je ze gewoon neer ja. En mensen die ze vinden of die denken van, hé, wat is dit? Ja. Die mogen ze gewoon houden en meenemen. Ja. Is dat duidelijk voor iedereen? Ik denk het eigenlijk wel, want ik krijg ook heel veel privéberichtjes van dat ze het hebben zien liggen. En degene die het niet nodig heeft, zeg maar, die laat het ook eigenlijk liggen voor de mensen die het wel nodig hebben. En heb je ook het idee, of heb je wel eens gezien, dat mensen dan ook lekker een sjaal van jou dragen? Ja. Ja? Ja. Want dan krijg ik of een foto of zo ervan. Ja. 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 Nu, wij zijn zelf, als Wijk TV, zijn we die pakketjes ook al tegengekomen. In de Biep bijvoorbeeld. Ja, we zagen ze met een lichtjes toch liggen. Ja. Hoe kies je je plekken waar ze de pakjes gaan liggen? Ik doe eigenlijk het... Ja, merendeel zeg maar Kuik-Noord, centrum, maar ik heb ook gewoon de Heesweg gedaan, want de bushokjes zeg maar, een beetje, ja, ga ik wel een beetje eigen route maken. Neem ik een tas gewoon mee, meestal de kleinkinderen, want die vinden het ook gewoon heel leuk om mee te gaan, dus wij kiezen wel eigenlijk wel gewoon de plekken waar... Ja. In ieder geval ook waar veel mensen, eigenlijk ook wel langskomen. Ja. Nu zie ik hier al een tas vol staan en ja. De tafel ligt vol. Je breidt het natuurlijk niet allemaal zelf. Je krijgt veel spullen, zeg je? Ja, ik heb nou sinds kort een omaatje met wat dames uit Altersum, zeg maar. Die doen dan breien voor mij. Die hebben, dat ook gehoord en die hebben hun in het dagblad hebben ze... een berichtje gedaan dat ze elke dinsdag bij elkaar komen bijvoorbeeld en die breien voor me en dan krijg ik eigenlijk wel elke week krijg ik wel een tasje met spullen. Nou. Ja, dus het is gewoon super, super ja, wat lief van mensen, hè? Maar ook gewoon heel veel andere mensen die ook gewoon echt, ook gewoon breien van ja, Ira, ik heb hier nog heel veel, kom maar ophalen of waar woon je? Dan komen ze hier gewoon aan de deur en dan komen ze brengen. Ja, het is gewoon echt super lief. Ja. Ja. Als er nu mensen zitten te kijken die zeggen van nou, ik heb ook nog spullen of oh, ik kan wel iets gebruiken. Hoe kunnen ze in contact komen met jou? Ze kunnen bij mij op mijn pagina van Warm Wishes, kunnen ze gewoon een privéberichtje sturen. In het voorgesprek bij ons vertelde je ook nog dat je ook andere dingen doet. Dat je ook bij de dakopvang werkt of dingen geeft of zo. Ja. Heeft dat hier nog iets mee te maken? Of zeg je van nou, dat is een hele andere tak van mij? Nou ja, dat is eigenlijk het eerste jaar zeg maar, kreeg ik ook heel veel jassen. Omdat ik dus in Nijmegen zeg maar hoorde van
dakloos, omdat ik daar pakketjes ook had neergelegd. Dat er heel veel daklozen ook, zeg maar, onder de Waalbrug verblijven. En ja, daar gaat je dan zo aan je hart dat je dacht van, oh ja, wat moet ik doen? Dus heb ik ook een oproepje gedaan, dus jassen. En eigenlijk merendeel herenjassen, omdat het eigenlijk het grotendeel toch mannen zijn, zeg maar. En die heb ik de allereerste keer onder de Waalbrug neergelegd. En daar is de Gelderlander, die heeft dat ook gezien. En die is toen ook hier gekomen. En heb ik ook een reportage gemaakt, een stukje in de krant. En dan, ja, dan gaat het balletje eigenlijk ook wel rollen. Hè? Want dan zeggen mensen, hey, ja, daar kan je jassen of iets, schoeisel brengen. En toen ben ik eigenlijk op het idee gekomen met de NUN, zeg maar, de daklozenopvang in Nijmegen, van vind het goed dat ik hier kom? Ja, en daar zijn ze gewoon super blij mee. Dus ik heb dan daklozenopvang de NUN, zeg maar, en de pitstop in Os. Daar sta ik dan, zeg maar, mee in verbinding. Ja. En probeer ik eigenlijk één keer in de maand, zeg maar, meestal het einde van de maand, probeer ik met mijn neef, zeg maar, een dag te plannen. Dat wij, als we spullen krijgen, het wegbrengen. Ja. Ja. En ja, weet je, als jij al die snoetjes van die mensen ziet, weet je, die herkennen ons al. En die zien de auto en die komen de spullen ook echt uitpakken. Ja. En ik weet van de leiding, dan doen ze het allemaal in hun binnenplaats, zeg maar, aan me neerleggen. En dan kunnen de mensen het allemaal uitzoeken. Nou. En dan is het binnen een half uur weg. Ik krijg ook altijd een berichtje van terug. Ja. Van zo blij. En, nou, ja, dus. Kijk, ja, prachtig werk. Ja. Warm wishes, ja. Dat is wel duidelijk. Precies. Als je nu binnenkort thuis komt en er staat zo'n berg met breiwerk, jassen en schoenen voor je deur, is dat oké? Ja, ben ik super blij. Ja, daar word ik echt heel blij van. Ja, dus ja. Nou, iedereen die nog iets heeft of die contact wil hebben met jou of meer vragen heeft nog, die kan terecht op jouw Facebookpagina Warm Wishes. Helemaal goed. Dankjewel. Oké, dank je.